Het is afgelopen vrijdag 21 april. Kermis in Apeldoorn. Er lopen jongens, meisjes, mannen, vrouwen, opa's en oma's. Er zijn een aantal mensen, mannen, die besluiten de kermis op te gaan. We hebben maar één doel. Knappe dames, zo ver te krijgen dat ze met me meegaan. Voor een fantastische carrière. Als fotomodel. Of in ieder geval iets als wat heel veel geld op kan leveren. Er waren 10 dames die mee wilden. Tweede van zeiden, eerst maar aan papa en mama vragen. 8 zouden direct meegaan. Met wat achteraf bleek, loverboys. Nep loverboys. Nou, wat leren we hiervan? Dat als we als jonge vrouwen, en waarschijnlijk ook mannen, waar we zo succesvol zouden willen zijn om een fotocarrière te willen hebben met veel geld en veel status en misschien ook een fantastisch podium. Tegenovergesteld is vaak de realiteit waarin dat soort dames en mannen meegenomen worden voor naaktfoto's. Om zo snel mogelijk chanteerbaar te zijn en nog meer geld te verdienen. Toen ik dit stuk las afgelopen gisterochtend, toen dacht ik, echt zo zijn dat we zo makkelijk met iets meegaan? Zijn we zo ongelooflijk geïnteresseerd in ons eigen succes dat we zelfs onze eigen veiligheid, onze eigen toekomst, onze eigen lichaam op het spel zetten? Aan de andere kant, voor de loverboys precies hetzelfde. Zijn we dan zo ongelooflijk geïnteresseerd in ons succes om veel geld te verdienen? 500 tot 1000 euro per dag per slachtoffer. Dat we daar alles voor opzij willen schuiven. Een mogelijke gevangenisstraf. En de veiligheid en de toekomst van anderen. Ik kwam een aantal statistieken tegen wat het misschien nog veel heftiger maakte. Deze mannen verdienen inderdaad 500 tot 1000 euro per dag per slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat 41% van alle jongeren op internet wel eens door een vreemde op een seksueel getinte manier benaderd is. 41%. 15% van die jongeren na die benadering een naaktfoto stuurde en zich naakt vertoonde voor de webcam. Bijna de helft van deze benaderde jongeren lichtte hun ouders hierover niet in. 6% van de benaderde jongeren het zelfs tot een afspraak maakte met een onbekende kwam. Uit gesprekken blijkt en onderzoek dat ongeveer per jaar 1000 tot 6000 jonge mensen hier slachtoffer van zijn. En klaarblijkelijk gemotiveerd en getriggerd dat we ergens succesvol kunnen zijn. Als we gevraagd worden. Of gemotiveerd door het geld wat we kunnen verdienen als we een richting opslaan wat misschien niet zo heel cool is voor de rest van de samenleving. Maar het is interessant om te zien dat we zo getriggerd worden in onszelf, in onze maatschappij, zo dichtbij, misschien wel onze eigen kinderen, als het gaat om succesvol te willen zijn. Vandaag starten we een serie die heet Blessed. En laten we eerlijk zijn, we willen misschien allemaal wel gezegend zijn, of niet? Wie wil er niet gezegend zijn? We willen allemaal gezegend zijn. En ik durf te zeggen dat als ik hier de hele moeilijke en lastige vraag zou stellen, heb je jezelf wel eens op een manier gezegend waarvan je achteraf dacht, dat was niet zo heel erg nice. Ten koste van anderen. Of ten koste misschien wel van jezelf. Nou, vandaag gaan we naar een bijzondere man kijken. Jacob. En die zegeningen toe-eigenen. En ik weet niet of jullie gezegend zijn, maar ik voel me gezegend. Zeker na de musicals van vorige week. Wie was daarbij? Ja, de meeste wel. Als je er niet bij was, ongelooflijk dom. Maar er komt weer een nieuwe aan. We zijn bezig het volgend jaar. Ja, ik vind het zo fantastisch om als kerk te bouwen aan iets nieuws, aan iets zo innovatiefs en creatiefs. Want de mensen echt zegent. En er zijn zoveel mensen die hier geweest zijn voor het eerst. En simpelweg door zoveel creativiteit en zoveel emotie en een mooi verhaal, wat een eerlijk verhaal is, echt geraakt zijn. En we gaan vandaag ook naar een mooi eerlijk verhaal kijken van Jacob. Jacob is een bijzondere man uit het Oude Testament die op zijn manier zijn zegeningen tot zich wist te nemen. Nou,
eigenlijk zijn we allemaal een beetje een Jacob. We zijn allemaal mens, we zijn allemaal iets. We hebben allemaal willen onze zegeningen hebben. En we zijn echt... Halleluja. Dag Hanna. Lekker ding. We zijn allemaal op zoek naar ons eigen succes. Nou, ik heb wat onderzoek gedaan. En ik ben enorm geschrokken van het aantal selfies wat jullie elke dag maken. Je ziet dat? Ongelooflijk. Nee, ik ga je niet laten zien van de mensen die ik allemaal tegenkomen in Facebook. Laten we het wat anoniemer laten. Wat ik afgelopen week gezien heb, is echt met geen pen uit te drukken. Ik heb een app op mijn telefoon waarin ik een backup maak van al mijn foto's. Dat is van Google. Die wil graag al mijn foto's hebben, zodat ik precies zie, zodat zij kunnen zien hoe krap ik ben. Hoe knap een vrouw is, hoe knap mijn kinderen zijn. Dat analyseren ze allemaal, zodat eruit komt dat ik de knapste ben. Nou, dat is natuurlijk geen nieuws. Maar het zijn heel veel mensen die dat doen en we willen allemaal de knapste zijn. Want we willen allemaal die 7 hebben, of niet soms. Nou, die app foto's, afgelopen jaar, hebben ongeveer 2 triljoen foto's geüpload. 2 triljoen foto's geüpload. Nou, Google heeft ze geanalyseerd en 24 miljard van die 2 triljoen foto's zijn selfies. En dan hebben we het alleen nog maar over de app. Hè. We hebben het nog niet over Facebook, we hebben het ook nog niet over Twitter, we hebben het ook nog niet meer over Instagram. We hebben het ook niet over Snapchat, want dan komen er nog eens een keer 17 miljoen foto's per week bij. En dat zijn nog eens een keer 2,5 miljoen per dag. Oftewel 2 miljard komt er dan nog eens een keer bij. Ongelooflijke aantal. En waarom is dat zo, vinden we dat zo cool, selfies maken? Zullen we er eentje maken? Ja! Ja, ik ga even checken of die... kijk. De foto's maken kan tegenwoordig heel erg simpel. Wie heeft een smartphone? Ja? Wie niet? Ja, je hoeft niet gelijk je hand op steken. Ik weet dat je er een beetje eenzaam voelt. Maar weet je, er komt een dag dat je er misschien ook een beetje krijgt. Je moet gewoon... Weet je hoeveel mensen op deze smartphone al hun ogen gericht hebben, want ze weten dat mijn abonnement afgelopen is? Ja. 6 man. En die zijn dan naar me toe geweest van, hey Arie, hoe zit het ermee, wat kost die? Nou, kan je niet betalen. Laat ik een hele mooie foto maken. Mm. Ja, mijn beste kant. Nou, en dat kan je natuurlijk... Staat die online? Oh, wauw. Applaus voor de man achterin. Ja, we gaan hem... dat kan je tegenwoordig heel snel. Wauw, het is echt... Het is zo niet. Eventjes... Kunnen we ook nog een stapje terug doen? Nou, ik vind het wel... oh, heel nice. Zullen we hem gewoon op Instagram zetten? Doen we. Met dat jullie het beste publiek zijn van deze dag, toch? Ja, ja, ja. 11 uur rocks. Jullie zijn echt, echt fenomenaal. Kijk, hop, Instagram. Zo simpel kan het zijn. Dit is mijn... Oh, zagen jullie wat er op mijn Instagram-lijst stond? Oh, fantastisch. Ja, daar is die. zullen we hem dan... Nee, dat is niet meer nodig. Hop. 11 uur. 11 uur. 11. 1100. Uur. Crowd. Zeg het goed? Bijna. En wat zeggen we dan? Awesome. Ja, juist. Kijk, bij mij gaat hij automatisch... Gaat hij gewoon... Dat doet. Als je het doet, moet je het goed doen. Ja, oké. Share. Ongelooflijke hoeveelheid van foto's die we elke dag willen vergelijken. Pak je smartphone erbij. Ik ga even naar Aris Baneman en dan ga ik Instagram vergelijken. Awesome. Ja. Hey, we zijn eigenlijk willen allemaal succesvol zijn en dat laat zien aan de enorme hoeveelheid selfies die we kunnen en willen maken. Laten we kijken naar een videoclip waarin het verhaal van Jacob op een geniale manier getoond wordt. Jacob was altijd al een vechter. En laten we eerlijk zijn, soms was hij ook een liegende loser. In zijn moeders baarmoeder worstelde en vocht hij al met zijn broer Esau. En met de geboorte hield hij hem vast. Esau was als een dier, met al dat haar op zijn lichaam. En Jacob was meer de naakte. De tweeling kon niet meer van elkaar verschillen. Toen de blinde vader Isaac oud werd, wilde hij zijn oudste zoon Esau zegenen. Dit is een belangrijke en eenmalige gebeurtenis
die exclusief voor de oudste zoon bedoeld is. En dus verkleedde Jacob zich als zijn broer. Hij deed zijn stinkende kleding aan en wierp een dierenhuid om zijn armen heen, zodat het bedrog perfect zou zijn. Isaac werd voor de gek gehouden en het lukte Jacob om zijn vaders zegening te krijgen. Dat Esau woedend was, is geen verrassing. Later moest de liegende loser vluchten van zijn broer, aangezien hij hem een kop kleiner wou maken. Op een nacht kwam hij een man tegen. Hij vocht met hem tot de dag aanbrak. Toen de man doorhad dat hij niet zou winnen van Jacob, schreeuwde hij: "Laat me gaan!" Maar waarom zou het nu anders gaan? Jacob wilde eerst een zegen van hem hebben. Dus de vreemdeling zei: "Je naam zal niet langer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt gevochten met God en met mannen. En je hebt gewonnen." Wauw. Ja, de vraag is eigenlijk, als we naar het verhaal van Jacob kijken, wat een bijzonder verhaal is, wat zoveel lagen heeft. Wat kunnen we daaruit leren over wat hij door zijn leven gedaan heeft? Nou, we zien dat Jacob op zoek is naar zegen. Maakt niet uit op wat voor manier. Of het op een legale manier is, illegale manier. Maar hij zal die zegen krijgen, linksom of rechtsom, van zijn broer, van zijn vader, van God zelf. Hij zal die zegen krijgen. Nou, wat is zegen voor de meeste mensen? Nou, ik heb een opsomming gemaakt. Voor sommige mensen die zeggen, ja, het is succes, het is rijkdom, gezondheid, invloed, geluk of afwezigheid van problemen, you name it. Maar wat is zegen nou echt? Nou, ik heb een definitie bedacht waarvan ik dacht, nou, dit komt heel erg dichtbij van wat ik denk wat we moeten hebben. Zegen is de ondersteuning uit Gods genade. Want laten we eerlijk zijn. We gaan naar deze celebration toe, ervan uitgaand dat er ergens een God is, of ergens in Jezus op zijn minst zijn we erop op zoek. Of je bent enorm overtuigd. En als die bestaat, waarom zouden we dan vechten voor onze eigen zegeningen? Zou hij niet vanuit zijn genade en support en ondersteuning ons kunnen zegenen en ons de weg willen wijzen? Dat is wat we graag zouden willen zien in jouw leven en in mijn leven. Dat we Gods zegen krijgen uit zijn genade. Of het nou heel veel is of heel weinig. Het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit. Omdat we genoegen nemen met datgene wat God ons geeft. En we moeten het ook omarmen. En misschien zit je nu in een situatie die zegt van, nou ja, ik heb eigenlijk wel wat meer zegen nodig. Of, zouden we moeten zeggen, ik omarm wat God mij nu geeft. Want stel nou dat hij letterlijk alles in zijn handen heeft. Zou dan tegen God willen zeggen, ja. Ja, God, dit wat je me aanbiedt is wel leuk, maar ik had toch wel een klein beetje meer verwacht. En dat is wel vaak de problemen komen. En God biedt ons iets aan. En wij denken, ja, dit is wel alles. Misschien voor nu wel. Misschien is het een goed begin. Misschien is het begin van iets heel erg groots. Maar zijn we tevreden met het leven wat we nu hebben? Ik heb het niet over de dingen die je zelf aangedaan hebt. Waarvan je nu op de blaren zit. Die is niet van God. Of die andere mensen jou hebben aangedaan. Maar wil ik zeggen, dat zijn niet de dingen die God ons geeft. Maar God kan geven uit zijn goedheid, uit zijn genade. En de vraag is, wat voor soort dingen zijn dat? Ja, dat zijn vooral dingen waar we totaal geen controle over hebben. Over dingen die je graag wenst, maar je hebt ze niet onder controle. En de vraag is, succes en zegen is, kunnen we in de eerste instantie dat omarmen, daar genoegen mee hebben en de rust en de vrede mee hebben, omdat je weet en overtuigd bent, God heeft alles onder controle. Die antwoord op die vraag bepaalt in ons leven of we relaxed zijn, ook onder heftige grote omstandigheden. Of als we eraan beginnen te twijfelen dat we zenuwachtig worden, onze nagels die zijn nog dunner dan onze nagelriemen. En dat we maar zenuwen en dat we maar denken en dat we maar zorgen maken wat allemaal leidt tot meer zorgen en meer ellende en meer twijfel. De controle loslaten is de grootste sleutel in het leven tot echte zegen, tot echt geluk.
tot echt succesvol zijn. Want als we dat kunnen, ben je klaar voor de rest. Ben je klaar om relaxed te zien wat God aan het doen is? Ben je relaxed en klaar om te zien wat God aan het doen is? En klaar en relaxed om te zien wat je volgende move en volgende stap is? Heel veel mensen hebben me afgelopen 3 jaar gevraagd als we grote evenementen hadden, zoals musicals of Christmas Experience of Ladies Lounge. Arie, je moet je vast helemaal kapot zorgen maken, etcetera, etcetera. Nee, doe niet. Weet je waarom niet? Omdat 1, God alles onder controle heeft. 2, deze awesome guy heeft awesome people getraind. En als je gedaan hebt wat je kan doen, moet je dan wel zorgen maken? Nee. Als je je wel zorgen maakt, dan moet je je zorgen maken. Beter training geven, beter voorbereid en er dan simpelweg zo in te gaan. En dat is wat we hier intern leren bij ICF ook, voor de mensen zeker op het podium. He, je doet simpelweg wat je van tevoren kunt doen. En als het moment nu daar is, dan ben je gewoon awesome. Want als je dat niet kan doen, dan moet je weer terug naar square one. Zeg je, hey, ik ga andere voorbereidingen treffen en ik ga daar beter zijn. Maar als je daar bent en het is zoals het is, dan is het zoals het is. Maar God precies hetzelfde. Heb daar vrede mee. Nou, laten we naar een aantal gedachten kijken van Jacob, hoe hij daarmee omgaat. Nou, als je in Jacobs leven kijkt, dan zie je voortdurend het cycli van 7 jaar. 7 jaar is het heiligst. En laten we naar de eerste gedachte gaan kijken. Jacobs veranderingsproces is God, ja, maar... Dat hebben we allemaal wel eens een keer gezegd, hè? God, ja, maar dan moet het wel zo gaan. God, ik wil een nieuw huis, maar dan moet het wel sowieso uitzien. Nou, wil God die wensen weten? Tuurlijk wil God die wensen weten. Maar wat Jacob deed, ging zoveel verder. Hij dwong het af bij God. Hij had een groot droom. En die droom was... Ik ben als tweede geboren van een tweeling. Maar ik wil toch de beste zijn. En het maakte niet uit wat het was. Hij deed alles om die zegen te krijgen. Wanneer als eerst... Het eerste geboorterecht. Ik ben de tweede. Maar ik zal het krijgen. En hij doet er alles aan om dat eerste geboorterecht te krijgen. En hij verzint een list en hij ziet zijn broer op een zwakke, miserig gedacht dat hij moe is en verzwakt en akelig. En hij denkt, dit is mijn kans. Stuwe vos, hè, die Jacob. Hij had zo lekker gekookt en zijn broer had zo'n honger. Ruik je linzensoep? Heerlijk. Nou, schijnt in de praktijk gewoon smerig te zijn. Kun je nagaan hoeveel honger Esau had? Dat hij voor zo'n mieze potje vieze goor linzensoep zijn eerstgeboorterecht opgeeft. En hij geeft zijn eerstgeboorterecht. En uiteindelijk ook de zegen die hij krijgt van zijn vader op een verschrikkelijke manier. Maar wat gebeurt er? Lees maar met me wat er in Genesis staat. Toen zei Isaac tegen Jacob... Kom eens wat dichterbij, mijn zoon. Zodat je kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent. Is dit een duidelijke, eerlijke, heldere, oprechte vraag van een vader die blind is? Valt hier enig misverstand te kunnen creëren bij Jacob, die daar staat? Zijn vader denkt letterlijk dat daar Esau staat. Want Esau was nogal harig. Hij had een soort moment van pimp your arm contest had hij gewonnen, denk ik, Jacob. Hebben wij ook zo'n ding thuis? Hebben we dat? Pimp your arm? Pimp your arm, volgens mij hebben we iets backstage liggen. Komt eraan. Waar je je armen kunt laten zien alsof je nogal... Wie is hier nogal? Ja, ik ga die vraag wie nogal behaard is. Jacob was niet zo behaard. Maar zijn broer Esau, ongelooflijk. En hij wil die zegen, hoe dan ook... krijgen van zijn vader. En hij doet zich voor als zijn broer Esau door alles aan te trekken waardoor hij lijkt op zijn broer. Een eerlijke vraag. Jacob, wie ben je? Nou, hoe komen we zover? Ik heb een tekening gemaakt. We zijn allemaal ergens een ik, toch? Ja. Maar we willen allemaal Superman zijn, toch? Maakt niet uit wat voor gebied, dat gebied, zus gebied, op je werk, hobby. We willen allemaal supermensen. Awesome. Ik wil ze alle twee. Ik maak het af. We willen allemaal supermensen zijn.
Maar daartussenin zit de spanning, want de vraag is, hoe kom ik daar? Toch? Ja, sommige mensen kunnen het betalen, sommige mensen moeten er hard voor werken, sommige mensen moeten er hard voor leren. Maar linksom of rechtsom moeten we daar iets voor doen. En de contest voor Jacob was sneaky, want hij was sneaky. En hij doet zich voor als zijn broer. Cool, hè? Hij doet zich voor als zijn broer Esau. Het is wat makkelijker als je een eigen tweeling bent, of niet? Hij deed zich voor zijn broer. Hij gaat naar zijn vader en zijn vader vraagt hem. Wie ben jij? En hij zegt. Esau. No matter what. De geloof moest hebben om daar te komen waar hij moest zijn. Hij deed wat hij moest doen. De vraag voor ons vanochtend is. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn we werkelijk? Dat is dezelfde vraag die God ons elke dag stelt. Dat is dezelfde vraag die God stelde aan zijn eigen zoon Jezus. Jezus, wie ben je? Jezus wist. Uw zoon. En dat is het kruis. Dus mijn opdracht. En ik ga er vol voor. En Jacob wist wat hij moest doen. Maar hij deed het op zijn manier. En misschien hebben we allemaal wel mensen of idolen of helden waarvan we zeggen, ik zou het zo graag willen zijn. En ik zie zoveel mensen om me heen die zo graag een ander willen zijn. Maar God kan alleen jou zegenen. Hij heeft jou gemaakt. Met een specifieke gave, met een specifiek karakter. Op een specifieke tijd. Op een specifiek moment in de geschiedenis. Om wat te doen en te zijn. Jij. Niemand anders kan jij zijn. Alleen jij kan jij zijn. En alleen God kan jou zegenen in plaats van dat je een ander probeert te zijn. Laten we naar het tweede kijken. Jacob's veranderingsproces. God, ja maar met mij. We hebben altijd voorwaarden, toch? We willen wel, maar op onze eigen voorwaarden. Jacob was geen ander. Hij wilde wel heel graag. Maar niet alles tegelijk. God, rustig aan. Want niet u heeft alles onder controle, maar... zo mooi. Lijkt een beetje pons, ja. Ik voel me zo altijd verbonden met Jacob. In Genesis lezen we het volgende. Daarna legde hij een gelofte af. Ik moet iets inleiden. We kennen het verhaal van Jacob en Esau. Hij heeft dat eerst geboorterecht. Hij heeft die zegen te pakken. En Esau komt erachter dat hij die zegen gepakt heeft van hem. Het antwoord van Esau is, als mijn vader overlijdt, dan... kijk hem. Alles erop en eraan. Maakt niet uit hoe ik kill hem, om datgene terug te krijgen wat ik moet doen. Op een goed moment is Jacob op de vlucht voor zijn broer Esau. En zijn broer zit hem op de hielen. En hij gaat liggen en hij krijgt een droom van die lammen en de engelen gaan heen en weer. En hij wordt wakker. En hij ziet wat hij fout gedaan heeft. En dan denk je, hij krijgt berouw. Lees maar mee. Daarna legde hij een gelofte af aan God. Nou, dat klinkt veel bemoedigend, hè, of niet? En dan zegt hij, als God met de zijde staat, mij op deze reis beschermt, en als hij mij brood om te eten geeft, en mijn kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer goed voor me zijn. Wie heeft er wel eens tegen God gezegd, ja God, als u dat doet voor mij, dan ga ik voor u aan de slag. Ik wel. God, als u mij nou een leuk vriendinnetje geeft, dan geloof ik dat u bestaat en dan ga ik misschien u wel dienen. God, als u me nou een leuk huis geeft, echt wat echt een beetje mijn smaak is, en ik vind het wel oké, en ik hou nog wat geld over, misschien dat ik er nog een paar euro in een pakje gooi. Als dan. We hebben allemaal wel eens een als dan. Jacob is een echt als dan.
Als dit, dan doe ik dat. Met voorwaarden. Jacob heeft een voorwaarde, man. Ik krijg het zoals ik het wil op mijn voorwaarden. Nou, natuurlijk zijn wij niet zo, maar ik heb een aantal voorbeelden meegenomen waarin we kunnen laten zien dat wij als mensen, wij niet natuurlijk, andere mensen, hier buiten. We zijn heel, lieve mensen. Nou, egoïstische mensen, die willen een titel hebben. Wie werkt in een bedrijf met titels? Ja, dat is nice. Ik ben ooit general manager geweest. Awesome. En heel veel mensen doet dat goed. Want het tweede is, we halen vaak kracht uit titels en posities. Er zijn zoveel mensen gedreven door die positie en door die titels, dat als die titel zo af wordt genomen, als die positie wegvalt, voelen ze zich ineens naakt. Zijn ze niks meer. Jacob was zo'n persoon. Ik moet die zegen, ik moet het eerst geboorterecht, anders voel ik me naakt. Want mijn broer heeft het wel. We zoeken naar erkenning bij andere mensen en willen hun doelen, voornamelijk hun doelen vervuld zien. Nou, we kunnen om ons heen kijken de afgelopen jaren in bankcrisis, etcetera. En we zien waar heel veel vandaan komt. Onze doelen, mijn financiën, mijn positie. Alles draait om mijn. Maar de vraag is, waar is God in dat hele verhaal? Waar kunnen we Gods doelen vervullen? Waar kunnen we Gods hart najagen? Dat is precies wat we doen met deze kerk. We kijken om ons heen, we kijken wat de stand van de kerk is in Nederland en Europa. En we zeggen, weet je wat, het kan en het mag en het moet niet zo langer doorgaan. Want kerken leeglopen. En we doen er alles aan met grote offers. Om het te draaien. Men zegt in deze stad, de minste kerk, de minste christen. En toen wij starten met deze kerk, zeiden heel veel voorgangers en mensen tegen mij, zeker studenten in deze stad. Oh, weer een kerk, waarom is dat nodig dan? Simpelweg omdat we kerken nodig hebben die dicht bij de maatschappij staan, die dicht bij mensen staan. We moeten daar weer voorop lopen, laten zien tegen God, laten zien dat het anders kan en strijden voor zijn hart en zijn lichaam en zijn kerk en zijn mensen. En dan krijgen we zegen op zegen op zegen. En wat Jacob doet is simpelweg koehandel. Koehandel! God, als u me dat geeft, ga ik dat doen. God, als u me dat geeft, ga ik dat doen. God, als u me dat geeft, ga ik dat doen. En hoe vaak hebben we dat zelf misschien ook wel niet gedaan? Koehandel met God drijven. Eerst moet God dit en dan wil ik misschien wel dat. Eerst moet God zo doen en dan wil ik misschien wel zo doen. Oké, laten we naar de derde gedachte kijken vanochtend. Jacob, verandering 6, proces God. Ah, nu komt hij bijna in de buurt. Ik geef me over. Bijzonder. Esau is nog steeds dichtbij. En dan gebeurt er het volgende. Het was op nacht toen Jacob opstond en bij de Jabok overstak. Op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen. Zijn twee bijvrouwen. Beide vrouwen. Jacob, waarom twee? Dat is een andere message. Maar je voelt me. Twee bijvrouwen naast een gewone vrouw. Ja, waarom nog een keer twee bijvrouwen? Je proeft een beetje wie Jacob is. Hè? En dan nog, nu komt hij, zijn 11 kinderen. Het is nooit genoeg. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, brak hij ook al zijn bezittingen, aan de overkant. Maar zelf bleef hij achter. Helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem tot de dag. Aanbrak. Jabok betekent leeg of achtergelaten. Het was voor het eerst in zijn leven dat hij dingen achter zich moest laten en door moest gaan samen met zijn God. Voor het eerst in zijn leven komt hij erachter. Dat gewoon naakt zijn, alleen zijn met wie je bent en hoe God je gemaakt heeft, oké is. Dat het oké is en dat het oké blijft voor altijd. Hij ervaart het in het diepst van zijn wezen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hij vecht met die man, sommigen zeggen een engel, sommigen zeggen een man.
Hij vecht daarmee iets goddelijks. En soms zitten we op zo'n moment, net zoals Jacob, dan vechten we op leven en dood. Was het meegemaakt? Ik wel. Je vecht voor alles wat je hebt. Klinkt stoer, of niet? Het is niet stoer, omdat het toch het enige is wat je kunt doen op dat moment. Het is alles of niks. Of je gaat morgen dood, of je vecht hier nu. Het was voor hem morgen dood door zijn broer Esau, of hier nu vechten. Het klinkt een heldendaad, maar hij kon niet anders. En vaak kunnen wij ook niet anders als we tegen de rug tegen de muur aan staan. En misschien tegen onszelf, tegen God, moeten zeggen, God, dit is het. Ik vecht niet meer, omdat ik snap en begrijp. Want als ik de controle weggeef, echte vrede in mijn hart, echte vrede in mijn lijf, echte vrede over de toekomst. En misschien heeft God je ook wel in zo'n positie gebracht, dat je nog steeds probeert te vechten, maar wat we moeten doen, is ons overgeven. Op het moment van overgave beseffen we wie wij zijn. Maar we beseffen ons nog veel meer wie God is. Echt almachtig. Echt liefdevol. Echt een zegen voor ons kan zijn. En dat die zegen vele malen mooier is. Omdat we vechten. Bloed, zweet, tranen, pijn en ellende. Voor onze eigen zegen. Laten we verder kijken. Het laatste gedachte. Jacob's veranderingsproces. En nu komt hij. God. Verander mij. En je ziet in het hele proces. Mijn manier. Mijn voorwaarden. Ik vecht ervoor. Maar ik kan niet anders. En ik geef me over. Maar misschien zouden we moeten beginnen met. Simpelweg. God. Verander mij. Ik sta hier voor me. Ik snap dat u voor mij aan het kruis ging. Ik snap dat u voor me houdt. Ik snap dat u alles onder controle heeft. En ik vind het moeilijk en ik vind het lastig om de controle over mijn leven. Over wat ik wil graag gaan doen. Loslaten. Terwijl ik weet dat u God het veel beter voor heeft. Omdat u me gemaakt heeft. Dat u voor me houdt. En dat uw wegen altijd de beste wegen zijn. Wat had er gebeurd als Jacob daar begonnen was? Had op een hoop ellende gescheeld. Had hij sowieso zegeningen gekregen? Absoluut. Wat leren we ervan? God houdt van mensen zoals jij en ik. God houdt van Jacob. Hij komt altijd tot zijn doel. Zolang we met hem blijven vechten. Het verhaal gaat verder. En hij vecht met die man. En die man vraagt in Genesis 32 vers 28. Hoe luidt jouw naam? Hij vecht hier met God. Zou God zijn naam vergeten zijn? We vechten hier al een hele dag. Je weet wel wie ik ben, je weet wel waar ik vandaan kom, je weet wel hoe ik heet. Waarom vraagt hij hier om zijn naam? Omdat wij simpelweg nodig hebben en moeten nadenken over niet wie God is, maar wie we zelf zijn. En wat zegt Jacob dan? Jacob. Ik ben een leugenaar. Ik ben een hielenlichter. Ik ben een moordenaar. Eindelijk op dat moment zegt hij. Ik wil simpelweg zijn die persoon die u mij gemaakt heeft. En de vraag is waar in ons leven zijn we op het moment gekomen dat we zeggen tegen God. Dit is wie ik ben. Uw zoon. Uw dochter. Have it your way. Is dat niet het beste en mooiste moment die we allemaal zouden moeten ervaren, net zoals Jacob hier had?
om echt de vrijheid in ons leven te proeven. Om echt geliefd te worden door een God die jou omarmt zoals jij bent. En niet zoals je graag zelf anders zou willen zijn. Het maakt mijn hart week. Het maakt mijn hart enorm uitzien naar de liefde van God over hoe Hij mij ziet en hoe Hij mij gemaakt heeft en wat Hij voor mij heeft liggen. En dat is precies wat we hier voor ons zien, wat er gebeurt. Jacob antwoordde hij. Hij gooit die vellen weg en na 21 jaar gevlucht te zijn voor zijn broer, na 21 jaar nachtmerries, na 21 jaar niet rustig geslapen te hebben, na 21 jaar zorg in zijn hart, na 21 jaar zorg over alles in zijn leven, om zorg over te maken omdat hij iemand anders wilde voor zijn en wilde voordoen, zegt hij eindelijk. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Ik wil mezelf zijn. Ik wil die persoon zijn zoals u mij gemaakt heeft. Niet meer en niet minder. Gewoon wie ik ben. Gewoon wie ik ben. Maar er komt iets bijzonders. Daarop zei hij, de man waarmee hij vocht, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden. En je hebt gewonnen. Wat heeft hij gewonnen? Hij won zichzelf. Wie hij werkelijk was. En wie God werkelijk was. Dat alleen hij kan zijn. Dat alleen hij kan uitleven. Maar Israël betekent. God strijdt voor mij. Hoe vaak strijden wij onze eigen strijd voor een nieuwe baan, voor een nieuwe job, voor een nieuw huis, voor onze kinderen, whatever. We proberen het zelf te doen. Maar wanneer gaan we onszelf zijn en doen wat wij moeten doen? En laten we dat aan God overgeven, wat alleen Hij kan doen. Daar zit zoveel power in. Daar zit zoveel waarheid in voor ons leven. Want als wij zijn en we weten wie wij zijn en we doen wat wij alleen kunnen, weten we wie we werkelijk zijn, wat onze grenzen zijn. En waar we God direct nodig hebben, wat Hij morgen moet doen. Dat is wat we allemaal nodig hebben in ons leven. Te zien wie we werkelijk zijn. Om erachter te komen dat we niet perfect zijn. God verwacht geen perfectie. Hij weet wat perfectie is. Hij weet beter dan wie dan ook wat perfectie is. En dat is waarom hij later, als God zichzelf moet voorstellen aan Mozes. Mozes niet weet hoe die zijn God, degene die hij ontmoet heeft bij die brandende braamstruik, moet voorstellen aan zijn volk Israël. Wat er voortgekomen is uit Jacob. Een groot volk voortgekomen uit Abraham, Isaac en Jacob. En uiteindelijk is het Mozes die dat grote volk uit Egypte moet halen. En Mozes heeft één grote vraag. Ik moet naar mijn mensen, ik ben slecht in praten. Hoe moet ik uitleggen wie u bent? Wat God zegt. Zeg tegen hen, zegt God. De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van uw Abraham. En de God van Isaac en de God van Jacob. Waarom staat hier niet Israël? He, de man die vrijgekocht is, de man die echt snapte wie die was, de man die echt op een gegeven moment de strijd overliet aan zijn God. Omdat God ons maar altijd goed kent en God weet. En we benoemen bij de naam die we werkelijk hebben. God heeft ons onder 21 jaar strijd nog steeds perfect zijn. En nooit perfect zullen worden. God weet dat we nooit perfect zullen zijn. Maar God weet ook. Dat van ja, dat je op hem lijkt. Dat hij op een bijzondere manier wil gebruiken. Dat hij je wilt omarmen als je bereid bent jezelf te omarmen. Durven we onszelf te omarmen een week nadat we gezien hebben wat Jezus voor ons deed. Dat hij omarmen wat hij was en wat er voor hem lag. En de zegen kreeg aan de rechterhand van zijn vader. De zegen van Jacob was een groot volk. De zegen van hem was dat hij vocht met God en gezegend werd. Niet op zijn manier, maar op Gods manier. Durf onszelf te omarmen
te zeggen, dit is wie ik werkelijk ben. Maar God, doe nu morgen wat u kan doen. Want dan ben ik echt succesvol en gezegend. Zullen we samen bidden. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u doet. Dank u wel dat u zo'n fantastisch groot en machtig God bent die ongelooflijk veel van ons houdt. Heer, dank u wel dat u aan het kruis ging en uw roeping en wat u werkelijk was, een simpele timmerman uit Galilea, omarmde en wist dat uw vader iets kon en ging doen wat niemand anders kon doen dan alleen uw vader. Lees dank wel voor het fantastische beeld van Jacob, die dezelfde strijd voert als die wij allemaal hier voeren. Op zoek naar wie we zijn, op zoek naar onze identiteit, op zoek naar onze zegening in ons leven, op zoveel terreinen. En we zo vaak onze eigen zegeningen creëren. Maakt niet uit waar het ten koste van gaat. Soms ten koste van onze gezondheid, soms ten koste van onze financiën. Soms ten koste van onze relatie, soms ten koste van... Vul het zelf in. En God, u ziet onze struggles. U ziet onze pijn. U ziet onze worsteling. En u wil zo graag dat we bij u komen. En zeg, Heer, het is genoeg. Ik wil zijn wie ik wil zijn. Ik wil zijn zoals u mij gemaakt heeft. Ik wil ervan houden, van top tot teen. En dat u strijdt, de strijd in mijn leven. Lees, we snappen en begrijpen dat we bijzonder en machtig zijn, dat we op u lijken. Maar we snappen en begrijpen ook nog veel meer vandaag. Dat uw macht en uw majesteit en uw liefde zoveel groter zijn. Dat het ons op onze knieën brengt. Om onszelf te zijn. Om armen wie we zijn. En tegelijk omarmen wie u bent. De grote voor ons houden, de grote met ons meegaan. Jezus. Strijd voor de problemen in mijn leven. Misschien zit je hier en ik strijd op meerdere vlakken of één vlak. Vraag aan jou, God, om te strijden voor jouw heilig. Voor wat jij nu meemaakt. Voor wat hij voor jou kan. Zodat wij kunnen zijn wat wij moeten. Zelf zijn. Ons laten achterover glijden in Gods machtige, liefdevolle armen. En in rust en in vrede van het leven kunnen genieten zoals Hij het voor ons bedoeld heeft. Zeg het in je eigen woorden. Verandert op uw manier dat we meer gaan lijken. Meer van de mensen.